Hoekman is het. Albider, die leidt onder druk daar van Haranev Boko. Aan de buitenzijde Guvo Greenwood, ook Hooray Boko. Gaat nu naar de vierde plaats en we gaan de laatste 200 meter in. Haranev Boko en Albider in duel. Maar Guvo Greenwood komt ook nog eens aan de buitenzijde opzetten. Het is Haranev Boko die overneemt. Haranev Boko heeft overgenomen. Close voor de tweede plaats. Guvo Greenwood aan de buitenkant of Albider aan de binnenzijde. De rechter heeft het laatste woord. Ja, Misha, de foto's zijn al gemaakt. Grillig paardje, springen of winnen lijkt het wel. Ja, het is natuurlijk van het paard de beste kwaliteit van dit veld. Alleen hij kan zichzelf kloppen, dat is een klein probleempje, maar vandaar heeft hij zich goed beheerst. Hij was in het voorwerk een beetje bang voor de spiegel nog, hè? Ja, ik denk laat hem nog een paar keer voorbij lopen dat hij een beetje aan wendt. Ja, en normaal in de koers dan is het altijd wel minder. Dan zijn ze natuurlijk geconcentreerd en dat is nu ook. Nog 30 meter. Start gevallen. De paarden zijn gestart voor de eerste koers. En Kees Sijp piloteert zijn Guvo Greenwood naar het front. Wordt opgevangen door IJsland. IJsland aan de binnenkant pakt de leiding. Guvo Greenwood blijft hangen in het tweede spoor. En ook meldt zich in de front rank Glenda Camelot. Als we afgaan op de eerste bocht. Aan de buitenzijde komt haar RNF Boko. Passeert daar I'm a cheerleader. Dan I'll be there met verder weg dan Ruud Pols met zijn Hooray Boko. En laatste is Geert Vee. En zo ronden de paarden de eerste bocht. En gaan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met IJsland als koploper. IJsland brengt de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. Straks bij het passeren van de finish nog een volledige ronde van 1200 meter hier op Duindicht af te leggen. IJsland, drie kwart lengte voorsprong op de tweede plaats. Glenda Camelot. Aan de buitenzijde de geel-rode kleuren Guvo Greenwood. Die wordt op de voet gevolgd door haar RNF Boko. Aan de binnenkant met opzichtige rode bodemblinker hebben we dan I'm a cheerleader. Verder weg in het veld I'll be there. Dan Hooray Boko. En Geert Vee is Tail and Charlie. De paarden komen de laatste ronde in en hebben nog 1200 meter af te leggen in de opener van vandaag. En IJsland leidt nog altijd. IJsland aan de binnenkant heeft wat problemen. Aan de buitenzijde is het Guvo Greenwood. En zo komen uitgeschakeld, nummer 2 galop. De bocht door, terwijl IJsland nu voor zijn galoppade is uitgeschakeld. Gaan we af op de 1000 meter paal zo dadelijk. Die passeren we thans. We zijn aan de overzijde, half koers. En het is aan de leiding op dit ogenblik Glenda Camelot. Glenda Camelot heeft de leiding, heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is het daarachter dan Guvo Greenwood. En aan de buitenzijde komt Albider opzetten. Excuses voor de beelden die zijn weggevallen, maar op dit moment hebben we ze even niet. We gaan de laatste bocht opzoeken en het is aan de kop Albider, een lengtevoorsprong. Naar de tweede plaats is intussen gekomen HRNF Boko, erachter Guvo Greenwood. Aan de binnenkant Glenda Camelot en zo gaan de deelnemers dan de bocht door. We hebben nog steeds geen beelden, maar ik zal u vanaf de verrekijker het front meegeven. Albider, de leiding HRNF Boko en daarachter volgt op de derde plaats als de paarden de laatste bocht uitkomen. Guvo Greenwood. We hebben nog 400 meter af te leggen. En als we de laatste 400 meter inkomen, is het Albider. Die leidt onder druk daar van HRNF Boko. Aan de buitenzijde Guvo Greenwood. Ook Hooray Boko. Gaat nu naar de vierde plaats. En we gaan de laatste 200 meter in. HRNF Boko en Albider in duel. Maar Guvo Greenwood komt ook nog eens aan de buitenzijde opzetten. Het is HRNF Boko die overneemt. HRNF Boko heeft overgenomen. Close voor de tweede plaats. Guvo Greenwood aan de buitenkant of Albider aan de binnenzijde. De rechter heeft het laatste woord.